We hebben ons net vandaag, dus we gaan aan het werk. Kunt u heel kort vertellen over de wetsvoorstellen die u gisteren heeft? Nee, ik ga helemaal nergens inhoudelijk op in. We beginnen vandaag weer met de onderhandelingen. En wij komen hier omdat we altijd een feest vinden om u te zien en u een heel goed nieuwjaar te wensen. Maar waarom heeft u die wetsvoorstellen ingediend? En nu gaan wij naar binnen. Ik verwacht mooie dagen waar we veel gaan praten. Meneer Wilders heeft gisteren 3 wetsvoorstellen, initiatiefvoorstellen van de PVV ingetrokken. Wat vindt u daarvan? Daar gaan we het binnen allemaal over hebben. Ik ga alles voor binnen houden als het meer. Wilt u dat als een goed gebaar? Ik ga echt alles binnen bespreken. Gefeliciteerd nog, meneer Omtzigt. Dankjewel. Ja. Omtzigt, goedemorgen. U neemt de broodjes mee of wat zit erin? Ik heb een krentenwegger meegenomen. Een krentenwegger vanwege uw verjaardag? Vanwege mijn verjaardag. Is het ook een beetje om de onderhandelaars een beetje uw kant op te bewegen? Dit is nou echt Twents immaterieel erfgoed. Hè? Deze staat nog op de immaterieel erfgoedlijst, dus ik denk dat ik het hier mee te nemen. Wat verwacht u van de onderhandelingen de komende dagen? Wij gaan gewoon gesprekken aan, dus dat hoort u later. Vond u het een goed idee dat de heer Wilders uiteindelijk deze tweet heeft geplaatst waarin hij 3 wetsvoorstellen heeft ingetrokken? Weet u, ik had me voorgenomen helemaal niets te zeggen over inhoud en procedure. Dus daar, het is heel verleidelijk, maar ik zeg er niks over. Heeft u dat van hem gevraagd? Aan het einde van de week. Ik zeg helemaal niets over de procedure, inclusief wie wat vraagt. Hoe ver hoopt u te zijn aan het einde van de week? Nou, we hebben een agenda gemaakt waarin we een aantal inhoudelijke punten gaan bespreken. Zoals die in de opdracht van de Kamer staan. Dat is een openbare opdracht, dat kent u. En we kijken hoe ver we komen. Wordt er hier ook overnacht? Of is het alleen... Er wordt zeker overnacht. Ik heb een tandenborst erbij. Okay. Oh, okay. En wat heeft u nog meer dan? Tappen staan ook. Ja, het is het. We zitten daar weer later. Hi, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ik zou iets hebben, maar niet gelijk gaan. Pieter, je moet even gaan staan en dat je hem even aan de pers laat zien. Volgens mij vind ik het wel heel leuk. Ja, dit is het Twitter. Goed, en dat is werkt niet gedaan dan? Ja. Ik vind dat helemaal moeilijk voor 50 minuten. Maar we snijden zo aan, dus iedereen kan mij een kort uittrekken of wat dan ook. Wat is het? Is het gewoon Ik zal het even laten zien aan jullie. Doe maar. Ja. Ik kan wel dik 50 hebben.